Een deel van het verhaal dat in paragraaf 4.3 naar voren komt, dat zullen jullie je misschien herinneren uit de tweede klas en bij wereldoriëntatie. Want we hebben toen, ik, maar ook mevrouw Brinkhorst heeft jullie toen het een en ander verteld over de historie van migratie naar Nederland. Dus er zit hier waarschijnlijk wat bekend materiaal in. En ik dacht van, nou, ik ga dat gewoon nog een keertje herhalen, maar het lijkt me wel slim om het te herhalen, omdat je ziet dat Nederland best wel bijzonder is als het gaat om de historie van migranten. Dus we kijken naar de geschiedenis van de migratie in Nederland. Dan heb ik een paar oorzaken op een rijtje gezet. Hè. Wat zijn nou eigenlijk oorzaken waarom mensen naar Nederland toekwamen? NAV is naar aanleiding van, voor degenen die die afkorting niet kennen. Dan heb je het over een terugkeermythe, dat is iets nieuws. Dan kijken we naar het wel of niet terugkeren van gastarbeiders, onder andere naar hun land van herkomst. En dan een heel klein stukje over de klassieke immigratielanden, maar alleen welke het zijn. Als je naar Nederland gaat kijken, dan zie je dat Nederland al heel erg lang te maken heeft gehad met migratie. En dat kwam omdat wij in Nederland niet zoveel problemen hadden met mensen die anders dachten. Dat wil niet zeggen dat alles zomaar was toegestaan. Bijvoorbeeld het katholicisme was op een gegeven ogenblik niet openbaar toegestaan. Maar dat betekende niet dat mensen niet katholiek mochten zijn. En wat gebeurde er? Mensen kozen ervoor om, zeg maar, hun geloof in schuilkerken te belijden. Dus ze waren er wel degelijk, maar niet zichtbaar. En Nederland is eigenlijk een land dat voor een heel groot gedeelte uit migranten bestaat. Als je gaat kijken in de Romeinse tijd in Nederland, dan zie je dat er maar heel erg weinig mensen wonen. Je had natuurlijk wel bepaalde groepen, bijvoorbeeld de Friezen in het noorden van Nederland. En in het zuiden had je natuurlijk ook mensen. Oh, ik moet heel eventjes een deur open doen. Momentje. Nee, maar niet kwalijk. Dat was ik weer. Goed. Nederland in de Romeinse tijd. Je ziet dus dat er wel bepaalde bevolkingsgroepen zijn, maar het gevolg is wel dat door bijvoorbeeld welvaart Nederland een aantrekkelijk land wordt om je te vestigen. Nou, vanaf de 16e eeuw zie je dat eigenlijk ontstaan. Nederland kent dan godsdienstvrijheid. En het gevolg is dat in landen om ons heen, waar wij heel erg te maken hebben met repressie, wat is nou repressie? Repressie is het onderdrukken van bepaalde religies. En dat betekende dat bijvoorbeeld in de landen die overheerst werden door Spanje, waar het katholicisme heel belangrijk was, geen mensen die protestant waren, dat gold voor Frankrijk overigens ook, konden leven. Als jij protestant was in Frankrijk of in Spanje, dan had je echt een probleem. Nou, in Nederland was het geen punt. Wij waren natuurlijk protestants, voor een groot gedeelte tenminste, de zuidelijke Nederlanden niet. Maar goed, er was duidelijk een scheidslijn. Hè? Brabant, Limburg bijvoorbeeld, katholiek en alles boven de rivieren protestant, om het een beetje simpel te houden. En het gevolg was dat steeds vaker dus die mensen vanuit het buitenland naar Nederland toe kwamen. En zeker in de Gouden Eeuw gebeurde dat. Misschien dat jullie het nog weten. Wat was de belangrijkste reden dat in de Gouden Eeuw er zoveel migranten naar Nederland kwamen? Heeft iemand een idee? Wat gebeurde er in de Gouden Eeuw in Nederland? Aan de handel, volgens mij. Ja, precies, de handel. Hè? De VOC was op dat moment heel erg groot, heel erg belangrijk. En het gevolg daarvan was dat heel veel mensen. Nou, bijvoorbeeld naar Amsterdam kwamen. Amsterdam was het handelscentrum van Nederland op dat moment. Er kwamen ook mensen bijvoorbeeld vanuit Antwerpen op een gegeven ogenblik naar Nederland, omdat de haven van Antwerpen vanwege de strijd tussen de katholieken en de protestanten afgesloten was.
Dus al dat soort zaken hebben eraan bijgedragen dat er dus groepen mensen in Nederland kwamen. Nou, wie waren dat onder andere? Nou, protestanten uit de zuidelijke Nederlanden. Ik zei net al, dat gedeelte van Nederland was katholiek. Is nog steeds best katholiek als je in Brabant gaat kijken. Dan, je moet maar eens opletten als je er een keer komt. Dan zie je relatief veel katholieke kerken staan. Joden, dat was op dat moment eigenlijk ook al een beetje een aandachtspunt. Hè, waar we later natuurlijk nog veel meer mee te maken kregen. Maar die mensen die hadden geen eigen land en die moesten een plek zien te vinden. Nou, dat kon in Nederland. Franse protestanten, die noem je hugenoten, die werden onderdrukt. Maar ook katholieken uit Engeland. En weet een van jullie toevallig wat voor geloofsovertuiging het belangrijkste is in Groot-Brittannië? Weet iemand dat? Ze hebben daar toch een eigen kerk. Ik weet niet waar dat onder valt. Maar wat toen zei was het. Wat zei je? Ja, er viel een klein stukje weg toen je zei puntje, puntje, kerk. Ze hadden. Nou, het gaat niet goed. Ik ga even kijken wat er aan de hand is met de microfoonen. Zeg het nog eens, Finoy. Zo ook een eigen kerk. Ja, een eigen kerk. Ja, klopt. Weet iemand hoe die kerk heet? The Church of England. Nou, het is de Anglicaanse kerk. De Anglicanen, dat is een soort afsplitsing van het katholicisme, maar daar waren ze in Rome, de paus dus, was daar niet zo blij mee. En dus ontstond er een soort ruzie tussen de katholieken en de Anglicanen, met als gevolg dat een groot gedeelte van de mensen vanuit het land moesten vluchten. Met als gevolg dus dat ze in Nederland terecht kwamen. Nou, als je naar Amsterdam gaat rond 1650... Dan, ik zei net al, Amsterdam was natuurlijk het handelscentrum van Nederland. Daar was 50% van de inwoners afkomstig vanuit een ander land. En dat had alles te maken met het feit dat ze dus A, veel handelskennis hadden. Want ja, daarvoor kwam je naar Amsterdam. Maar ook vaak een best wel hoog opleidingsniveau. Die haven, die was heel belangrijk. En hoe belangrijker de plek, ja, hoe meer migranten je daar kon aantreffen. En dat had natuurlijk voor Nederland een heel groot effect. De Nederlandse kooplieden en de VOC verdienden er een vermogen aan. Vandaar de Gouden Eeuw. Dus je ziet dat wij als pluriform land, als multicultureel land, al heel vroeg een belangrijke rol speelden binnen Europa. Nou, dan is op een gegeven moment die Gouden Eeuw afgelopen. Nederland gaat economisch achteruit. Maar heel veel van de migranten blijven achter en vormen de Nederlandse bevolking zoals we die nu nog kennen. Maar in de 19e eeuw dus, tijden van de industriële revolutie, zie je dat er ook ineens arbeidsmigranten naar Nederland gaan komen. En het bijzondere is, op dat moment was het al zo dat de Nederlanders zoiets hadden van ja, kom nou toch, ik ga geen veen afgraven, ik doe liever ander werk of ik ga geen kanaal aanleggen. Dus eigenlijk waren het al mensen vanuit het buitenland die ervoor kozen het werk te doen wat de Nederlanders gewoon niet meer wilden doen. Dan hadden ze zoiets van, ja dag, dat ga ik niet doen. En je ziet een voorbeeld, je ziet boven de ontginning van de veengebieden. Dat veen dat werd ofwel gebruikt om te stoken of ze polderden het in om er weilanden van te maken. Het Noordzeekanaal was heel belangrijk voor de scheepvaart. Limburgse mijnen, uiteraard steenkool, hard noodzakelijk voor de fabrieken. En de textielindustrie. Tegenwoordig als wij aan textielindustrie denken, dan denk je heel vaak aan landen in Zuidoost-Azië. Maar ook Nederland had natuurlijk een behoorlijk belangrijke textielindustrie. En dat lag in Twente en je ziet rechts een foto uit zo'n fabriek. En je ziet daar mannen en vrouwen werken. Maar er waren dus een heleboel mensen die kwamen vanuit Duitsland. Eigenlijk de eerste gastarbeiders, zou je kunnen zeggen. Nou, in en na de 20e eeuw verandert er eigenlijk heel veel. Allereerst hebben we natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. En ik denk dat dat het belangrijkste moment is dat er veel verandert in de Nederlandse samenleving. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we heel veel mensen nodig die helpen Nederland opnieuw op te bouwen.
Maar dat niet alleen. In 1949 wordt Indonesië, hè, Nederlands-Indië, werd zelfstandig. En daar woonden ook nog best wel heel veel Nederlanders in de zin van die afkomstig waren vanuit Nederland en teruggekeerd waren naar, of terug moesten keren moet ik eigenlijk zeggen, naar Nederland. 1975 werd Suriname onafhankelijk en op dat moment is ook een heel groot gedeelte van de Surinamers vanuit Suriname naar Nederland gekomen. Suriname heeft iets van, uit mijn hoofd, 320.000 inwoners, heel Suriname. Nederland heeft ook iets van 300.000 Surinamers. Dus je ziet dat er uit de vroegere kolonie een heleboel mensen naar Nederland gekomen zijn. Nou ja, voor die wederopbouw hadden wij ook mensen nodig. En dan zie je vanaf begin jaren 60 de arbeidsmigranten komen. En als wij nu aan arbeidsmigranten denken, dan denken we heel vaak aan, oké, dat zijn mensen uit Marokko en Turkije. Maar de eerste migranten, die kwamen daar niet vandaan, nee. Die kwamen uit onder andere Spanje en Griekenland. Dat waren de eerste arbeidsmigranten die in Nederland kwamen in de 20e eeuw dan weliswaar. Nou ja, later kwamen daar dan dus inderdaad de mensen vanuit Marokko en Turkije bij. En zo hebben wij nu, als je nu naar de Nederlandse samenleving kijkt, een enorme groep mensen die dus eigenlijk afstammen van voormalige arbeidsmigranten. En ze zijn nu vaak al toe aan de derde generatie. En dat komt omdat heel veel van die mensen uiteindelijk ofwel getrouwd zijn in Nederland met een persoon afkomstig uit een migratieland. Of dat ze hun familie uit het land van herkomst hebben laten overkomen. Ja. En de laatste groep die Nederland zeg maar heeft gemaakt tot wat we nu zijn, zijn vluchtelingen. Nederland heeft al de laatste 20 jaar best wel een streng beleid als het gaat om het toelaten van mensen uit het buitenland. Het gevolg is dat wij daardoor relatief weinig nieuwe migranten binnenkrijgen. Ten tijde van de oorlog in Syrië, onder andere in het Midden-Oosten ook, maar Syrië, Afghanistan is een periode geweest vanaf het begin van de 21ste eeuw. Waarin er natuurlijk meerdere oorlogen zijn geweest in dat gebied. En dat heeft ervoor gezorgd dat er veel mensen daar vandaan naar Europa wilden vluchten. En Nederland heeft heel lang de grenzen best wel dicht gehouden voor die mensen. Ondanks dat mensen uit Syrië over het algemeen heel hoog zijn opgeleid. Maar dat terzijde. Een voorbeeld. Duitsland nam in 2012 een miljoen mensen uit dat gebied op. Nederland heeft een paar duizend opgenomen. Maar goed, in ieder geval, die mensen zorgen natuurlijk ook voor pluriformiteit, omdat ze hun cultuurkenmerken meenemen. Ik heb dit net al verteld. Migrantengroepen, hier staan ze nog eventjes op een rijtje, ga ik niet verder heel diep op in, maar in ieder geval Indonesië, Suriname. En de Antillen had ik niet genoemd. Een deel van de Nederlandse Antillen zijn natuurlijk nog onderdeel van het Nederlandse Koninkrijk, ja. Een aantal gebieden zoals Aruba zijn bijvoorbeeld zelfstandig geworden. De arbeidsmigranten, ik wilde nog heel eventjes kijken naar deze grafiek. Ik heb het eigenlijk al verteld. De laatste groep arbeidsmigranten die naar Nederland kwam, die kwamen natuurlijk uit Oost-Europa. In 2004 werd Polen onderdeel, of althans werd Polen onderdeel, kwam Polen bij de Europese Unie. En als je dan gaat kijken naar de grafiek, die gaat specifiek over mensen afkomstig uit Polen, dan zie je dat er ineens vanaf 2004 een enorme piek komt ten aanzien van het aantal mensen dat vanuit Polen naar Nederland emigreert. En die gele lijn is emigratie. Dat is eigenlijk een soort remigratie, de mensen die weer terugkeren. Naar saldo, dus het verschil tussen vertrek en aankomst, zie je dat er een periode is geweest rond 2013-14 dat er meer mensen vanuit Polen kwamen dan dat er gingen. Daarna is het weer een beetje gedaald, dus het aantal mensen uit Polen is weer wat afgenomen. Waarom? Omdat mensen in Polen nu over het algemeen net zo goed kunnen verdienen als in Nederland. Dus ja, waarom zou je dan in Nederland blijven als je ook zoveel geld in je eigen land kunt verdienen?
Neem niet weg dat daar weer andere mensen voor in de plaats gekomen zijn. Tegenwoordig zijn het voornamelijk mensen uit Bulgarije en Letland. Dus je ziet dat dat zich een beetje opvolgt. En op de foto staan ze eigenlijk allemaal nog een keertje. Nou ja, dan nog even oorzaken. Hè. Wat is een belangrijke oorzaak om te migreren? De welbekende push- en pull-factoren. Die hebben we bij aardrijkskunde natuurlijk altijd naar voren laten komen. Ik heb ze er wel even ingeplakt. Heel simpel, push-factor, wat is een reden waarom je weg wil uit je eigen land? En een pull-factor is een factor die iets zegt over waarom je ergens juist naartoe wilt gaan. Nou weet ik dat we wel eens in het verleden een discussie hebben gehad over het verschil tussen een immigrant en een emigrant. Of immigratie en emigratie. En ik vroeg me af of er iemand is die in het kort mij kan uitleggen wat het verschil tussen immigratie en emigratie ook alweer was. Mag aan de hand van een voorbeeld. Emigratie is totdat je weggaat uit je eigen land. Precies, emigratie, je gaat weg uit je eigen land. En? En immigratie in dat je ergens aankomt. Ja, dat je inderdaad aankomt. En het is heel goed dat je zei vanuit je eigen land. Want het hangt dus heel erg af vanuit welk standpunt je kijkt. Je zegt vanuit Nederland, dus dan inderdaad, ik vertrek naar België, dus dan ben ik een emigrant. Maar, kijk ik vanuit iemand die in België woont, dan ben ik ineens een immigrant. Dus het is heel belangrijk dat je altijd het standpunt benoemt van waar vandaan vertrek ik. Want anders dan ontstaat er onduidelijkheid over. En dan heb je natuurlijk ook nog het algemene begrip migratie. Ja, dat is gewoon de verplaatsing in het algemeen. Dus tip, mocht je in je PO immigratie of emigratie laten terugkomen, let dan wel goed op de definitie. Dat je kijkt vanuit het juiste oogpunt, zeg maar, dat je op die manier correct doet. De terugkeermythe, dat is misschien iets nieuws. Aan de andere kant ook weer niet. Je ziet rechts op de foto Turkse arbeidsmigranten die in Nederland aankomen om hier te werken. Dat waren er best wel heel veel. Dat waren met name mensen die dus in fabrieken gingen werken. Een voorbeeld, de Remia-fabriek in Den Dolder had in de jaren 60 en 70 heel veel mensen afkomstig uit Turkije in dienst. En die mensen die woonden dan in de omgeving vaak. In groepen, dus het was een soort groepshuis. Dat is voor je integratie niet zo heel erg goed. Want je zou zeggen, ze komen niet zo goed in contact met mensen. Maar dat neemt niet weg dat die mensen vaak best wel heel goed integreerden. Een voorbeeld, en dat is een persoonlijk voorbeeld. Zo'n Turkse arbeidsmigrant woonde tegenover mijn opa en oma. Dan heb je het over de jaren 80. Jaren 70, dus dat is al een hele tijd geleden. En op een gegeven ogenblik is ook zijn familie overgekomen. En ze hebben altijd heel goed contact gehad. Nou, dan kom je dus terecht op die terugkeermythe. Op een gegeven ogenblik, toen hebben ze besloten toch terug te keren naar hun stad van herkomst in Turkije. En ze zijn uit mijn hoofd teruggekeerd in 1983. Dus dat is al bijna 40 jaar geleden. Afgelopen oud en nieuw hebben wij via WhatsApp even contact gehad met die mensen. En ondanks dat ze al 40 jaar terug zijn, spreken ze nog steeds Nederlands. Dan denk ik toch, er is zeker wel sprake van een goede integratie. Die terugkeermythe wil zeggen dat lang niet iedereen terugkeert naar het land van herkomst. Want je moet je voorstellen, als jij in Nederland hebt gewerkt, dan heb jij recht op allerlei sociale voorzieningen. Bijvoorbeeld een uitkering of je pensioen, je AOW, al dat soort dingen. En nou is het wel heel goed geregeld. Stel jij besluit terug te gaan naar je land van herkomst, dan krijg je ook dat pensioen of je AOW daar uitgekeerd, omdat je er in Nederland voor hebt betaald. Maar dat is nooit het volledige bedrag, maar naar koopkracht. En dat betekent dus dat je heel goed moet uitkijken, hè, hou je wel voldoende geld over. Nou, voor sommige van deze mensen geldt dus dat ze soms besluiten om in Nederland te blijven, omdat ze een beter leven hebben hier. En dat ze dan bijvoorbeeld regelmatig naar hun familie teruggaan in het land van herkomst. En aan de andere kant zie je dus groepen mensen die toch besluiten om wel terug te gaan. Dus is het nou een mythe dat
immigranten denken dat ze een aantal jaren terug kunnen omdat ze voldoende hebben verdiend of niet. Ik denk dat het heel erg afhangt van de situatie. Als je inderdaad voldoende hebt verdiend en nog familie hebt wonen in je land van herkomst, kan ik me heel goed voorstellen dat je kiest om terug te gaan. Aan de andere kant zie je, als je goed geïntegreerd bent, en er zijn zoveel mensen vanuit het buitenland in Nederland die echt prima geïntegreerd zijn, dat ze gewoon besluiten om hier te blijven. Nou, dan dat hele kleine stukje over klassieke immigratie. Eigenlijk hebben we het hier al een klein beetje over gehad. Hè. De immigratie heeft natuurlijk iets van invloed geweest door het kolonialisme. Hè, door de koloniale verleden van bepaalde landen. Kijk, Nederland heeft ook wel wat bijgedragen aan de verspreiding van Nederlanders over de wereld. Maar wij hebben met name natuurlijk ons gericht op handelskolonialisme. Weet iemand trouwens nog wat handelskolonialisme was? We hadden twee vormen. Je hebt vestigingskolonies en handelskolonies. Of exploitatiekolonie. Weet iemand nog het verschil? Oké. De vestigingskolonies de vestigingskolonies zijn de kolonies waar mensen naartoe gingen om specifiek daar te gaan wonen. Dus dan ging het om uitbreiding van je eigen land, om het maar zo te zeggen. De exploitatiekolonies, dat waren de kolonies waarbij je sprake hebt van gebruik maken van de grondstoffen of voor de handel. En ten tijde van de VOC deed Nederland voornamelijk aan handelskolonialisme en handelden we met Zuid-Afrika, met Azië enzovoorts. Maar uiteindelijk zijn wij in Indonesië natuurlijk voor een deel wel blijven hangen. Maar goed, dat was niet specifiek omdat we daar wilden gaan wonen. Je hebt verdringing en uitroeiing van oorspronkelijke bewoners. Nou, dat is natuurlijk in Zuid-Amerika heel erg gebeurd. En dat zie je ook in Australië. De Aboriginals daar verloren hun eigen terrein. En wat heel veel mensen niet weten, is dat de oorspronkelijke migranten, dat klinkt een beetje gek, maar de migranten die oorspronkelijk vanuit Groot-Brittannië naar Australië werden getransporteerd, vaak gevangenen waren. Ze hadden zoiets van: die gevangenen die willen we niet houden in ons eigen land. Dus die exporteren we, dat klinkt een beetje gek, die exporteren we naar Australië, dan zijn we er vanaf. Dus heel veel Australiërs stammen af van oud-criminelen. Ook weer een beetje een vreemde situatie. Dan heb je nog de dunbevolkte gebieden die door het aantrekken van migranten zijn opengelegd. Denk aan Amerika, heel veel gebieden van Amerika, Noord-Amerika dus, waren onbewoond. Die hadden natuurlijk wel te maken met indianenstammen en ja, die werden weggejaagd. Dat was natuurlijk eigenlijk niet zo netjes. Maar een grote gedeelte van dat land was niet ingericht, niet in gebruik genomen. En dat is dus door de migranten vanuit Europa eigenlijk gedaan. En dan een heel belangrijke zin. Immigratie speelt vanaf het begin een grote rol in het proces van natievorming. En dan is het geen natie in de vorm van een nationaal socialist. Maar de vorm van een natie als een groep mensen die zich samen één land voelen. Nou, om het geheel af te sluiten, kijk eens naar Nederland. Wij zijn, ondanks alle verschillen, toch nog steeds wel een eenheid. En dat heeft alles te maken met het feit dat Nederland het heel belangrijk vindt dat landen, maar ook mensen, samenwerken en leren van elkaars cultuurkenmerken. En er zijn inderdaad politieke partijen bij die daar anders over denken. Ik ben heel benieuwd wat er uit de verkiezingen van ons gaat komen, hè? Onze schoolverkiezing, klasseverkiezing zou ik bijna kunnen zeggen. En eens kijken van, past het beeld dat er geschetst wordt in het boek, past dat ook bij ons eigen beeld? Goed, tot zover. Nogmaals, als je die opdracht maakt waarin die klassieke migratielanden, of immigratielanden moet ik eigenlijk zeggen, naar voren komen, kijk dan even naar het supplement, want daar staat dat nog in uitgelegd. Dat staat uiteraard ook in je boek, maar dit was wat concreter, leek mij. Zijn er nog vragen, opmerkingen over een van de dingen die ik heb verteld? Oké, nou dan zit dit gedeelte erop. Dan zal ik de opname stoppen en dan kunnen jullie nog vragen stellen over de praktische opdracht.